Dit is Maya, ik ben Raymond, onafhankelijk Kers Nederland. Maya is de oprichter, hoe moet je dat zeggen? Ja. Van vervoer voor demonstranten. Die hebben de OPN zelfs ook nog gered. Hoe heb je dat gedaan? Hoe kwam je erop überhaupt? Ik had een collega en diens vriend die was aan het demonstreren 3 weken terug. Ja. En toen kreeg ze te horen dat hij was opgepakt in een bus. En toen zei ik tegen haar van, maar hoe komt hij dan terug eigenlijk? Want hoe is hij daar en dergelijke? Zij zegt, ja, met de auto. Maar hij wordt nu wel heel ver van zijn auto gedropt eigenlijk. Ja. Dus toen dacht ik, hey, daar kan ik wat mee. Dus toen heb ik eigenlijk echt alle minuut een groep gestart. Het vervoer voor demonstranten. En echt binnen 2 uur had ik 500 leden al. Ja, het ging echt snel. Ja, het ging echt heel rap. Had ik echt niet verwacht. En gelukkig ook mensen in die groep die behulpzaam waren in het coördineren. Want dat had ik echt wel nodig, want dat het zo'n paard zou lopen had ik in eerste instantie niet verwacht eigenlijk. Ja, want het ging eerst een beetje chaotisch ook, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat is denk ik bij al het begin zo. En toen op een gegeven moment, ja, er zijn natuurlijk mensen die willen niet demonstreren, maar die vinden wel wat van de maatregelen. En van die mensen was dit voor hun een uitgelezen kans om ook een steentje bij te dragen op een andere manier. En dus kwamen er eigenlijk chauffeurs uit heel het land, vanuit Friesland tot met Limburg. Dus met Eindhoven kwamen aangereden met dekens en eten en kleding voor de demonstranten. Ja, leuk, om ze zo weer of terug naar een auto of terug naar huis te brengen. Ja, ja, dat is echt vet. Jij bent zelf niet op beleidskade, of wel? Nee, want ik ken ook mensen die gingen ook gewoon speciaal alleen maar mensen heen en weer rijden. Ja. Die komen niet hier zo, want wij zien hier, het is hier Museumplein is hierachter. En die gaan echt puur alleen maar mensen op te halen en weg te brengen. Ja, klopt. Het is een zondag, is het ook doorgegaan, hè? Of het is nog steeds zo? Het is nu nog steeds zo, eigenlijk sinds 10 organiseren we dat, net zoals vorige week zondag. Ja. Toen was het helemaal druk, want we konden zo'n 1 uur al met vegen. Dus toen zijn we echt van 1 tot 11 uur 's avonds bezig geweest met iedereen weer veilig thuis te krijgen eigenlijk. Ja, want dat is dus na de avondklok. Ja, dat is ook na de avondklok. Zijn er veel boetes uitgedeeld, heb je dat? We hebben een poll gehouden in de groep. Ja. En er is 1 boete uitgedeeld, maar dat was niet voor de avondklok een week later, maar voor wildplas. Dus, Heb je een vraag, gaat het nu nog door ook? Ja, het gaat zeker door. Het is heel leuk, want 10 april is er natuurlijk locatie nog onbekend. Of althans, ik moet hem nog even geheim houden. Is er een March for Freedom vanuit de politie en veteranenstichting. Eigenlijk iedereen met een hulpverlenend beroep die tegen het geweld is. En daar ben ik ook voor benaderd of wij daar het vervoer voor kunnen regelen. Dus mensen weten ons daadwerkelijk wel te vinden. Jeetje. Ja, en het is heel fijn, want ik heb nu gewoon een vast team van 7 beheerders. Zodat, afwisselend gaan er ook mensen naar het Museumplein natuurlijk. Maar er moeten altijd wel mensen thuis op de achtergrond aanwezig zijn om het allemaal in goede banen te leiden. Wordt er wel een professionele organisatie bij? Ja, eigenlijk wel. Het kost wel onwijs veel tijd, hoor. Het kost tijd, maar het is het ook waard. Ja. Die tijd heb je nu, vind ik, op zich wel. Los van werk gezien heb je daar prima de tijd voor. Ja, is goed te doen. Dus leuk wat er allemaal uit ontstaan is. Had ik niet gedacht toen ik die groep aanmaakte. Ik dacht, dat doe ik even. Ja. En nu, hoeveel leden heb je groep dan? 1500. 1500. Het groeit nog steeds. Eigenlijk elke demonstratie, want zodra we delen ook flyers uit, demonstraties. Dus dan zie je eigenlijk wel weer dat er nieuwe mensen door die manier geworven worden. En natuurlijk zeg maar via gaat het mond-to-mond reclame heel snel onder de demonstranten die worden opgepakt. Dus dan denk je, daar moet ik even lid van worden, want dan kan ik daar vervoer aan vragen. Dus dat blijft eigenlijk alleen maar groeien. Prachtig initiatief. Ik heb er zelf ook al mee gedaan. Dus, superleuk. Ja. Echt goed, echt goed. Nou ja, dankjewel. Ja, hartstikke graag gedaan. Goed. Thank you.